Aan de buitenweg! Boera, waar zijn we nu voor de vlog? Wij zijn nu in het museum Le Vecchio. En dit is de... Rechts, hè? Ja, dat weet ik zeker. Oh. Ik ga in de camera kijken. Volgens mij wel. Okay. Klopt dat? Ja, denk het wel. Het was op het plein in Florence, het welbekende plein, waar ook een kopie van de David staat. We speelden onder het overkoepelde gedeelte en werd versterkt door allemaal gekke Italiaanse mannetjes. En het concert zelf, ja, bij mij ging het matig. Het was, voor een eerste concert was het oké. Super speciaal was aan het concert in de open lucht, was dat moeder natuur ook niet helemaal aanwezig had. Dus we waren aan het spelen en toen bam, opeens begonnen mensen te rennen. En toen bleek het gewoon regen te zijn. Maar er waren een paar diehard fans die met stoel boven hun hoofd gaan luisteren, dus dat waardeerde ik wel. Kortom, geslaagd eerste concert, maar ik kijk wel uit naar het volgende concert om te hopen dat we kunnen verbeteren. We hadden gisteren een concert in Riva del Garda. En het was een hele mooie locatie. Het was in de binnentuin van het conservatorium. En het was dus op het festival. Het was een heel krap podium, maar vergeleken met het concert in Florence kon je daardoor iedereen wel beter horen. Dus naar mijn mening ging het ook beter. En vooral de locatie was heel mooi. Het garnaal was echt prachtig.
Het publiek was een beetje matig, maar verder was het wel heel gezellig. En dat ging allemaal best wel goed, volgens mij. Dus het was heel leuk. Oké, welkom bij de vlog. Malief, waar gaan we nu naartoe? Wij zijn onderweg naar Alba. Wat is er in Alba? Truffels. En? Heel veel wijn. En? Dat was het. Nee. Een concert. Ja. Ja, oké. En welk stuk gaan we niet spelen? Ja. We vinden dat jammer. Ja. Waarom? Ja. Het was een hele mooie ervaring om met het orkest in zo'n mooie plek te spelen. We speelden op een podium in de buitenlucht en dat ging eigenlijk heel goed. We hadden daarvoor nog twee concerten in de buitenlucht en ik vond dit eigenlijk de beste uitvoering. Volgens mij was de dirigent ook tevreden en iedereen had het naar zijn zin. Dat komt in de vlog. Hallo. Wat zien we hier? Allemaal kwallen. Vet veel. Heel eng. Dat is een Scheveningen zijn. Wat zie je dan? Je moet zwemmen. Oké, ik wil een visje spelen. Zo, kijk dan. Zo. Dit is paling. Dit is paling. Oeh. En een zeehond. Maar dit is niet de zee, toch?
Thank you.